dit heb ik dus allemaal gekloofd. Goed hè? Bijna. Op z'n kop, schat. Op z'n kop. Kijk. En zelf wist ik niet dat ik het kon. Hout kloven. We zijn er nog niet helemaal mee klaar, maar nou, 2 middagen of zo eerst hout zagen. Het zagen deed Michael. En het kloven heb ik dus gedaan met die grote bijl. En dit is onze open haard. En ja, dat doen wij om op energiekosten te besparen nu wat meer de open haard aan. En we hadden het geluk dat een oude vriend van Michael een hoop stammen had liggen in zijn tuin. Die mochten we hebben. Dus dankjewel Chris voor dat hout. Zo kunnen wij warmpjes de winter door. Lukt het, Michael? Ja. Ik had zoveel gekloofd dat ik dus hier nog een extra stapel heb neergelegd. Hier heb ik nog een kastje met ook allemaal zelf gekloofd hout. Ik ben er natuurlijk heel trots op. Hier liggen nog allemaal grote boomstammen onder. Die moeten nog gezaagd en gekloofd worden. Dat ligt voor in de tuin. Ik ben ook benieuwd of jullie wat doen om ja, je energiekosten wat lager te houden. Ja, laat het me eens weten wat jullie doen. Misschien heb je tips voor mij waar ik nog niet aan gedacht had. En kan ik dat ook toepassen hier. Zo, het vuur is aan. Gezelligheid. En warmte. Heerlijk. Wat ik doe om nog meer te besparen op de gasrekening. Maximaal 3 minuten douchen. En dan zet ik gewoon eventjes mijn timer. En ja, ik ben eigenlijk altijd klaar binnen 3 minuten. Behalve als ik mijn haar moet wassen. Dat kost even iets meer tijd. Maar goed, dat gaat ook in maximaal 5 minuten. Nou ja, voor de rest de deuren zoveel mogelijk dicht houden. En dat is best lastig met een man die rookt. En die dan iedere keer naar buiten gaat. Maar ja, ik weet eigenlijk niet wat ik nog meer zou kunnen besparen. Hè? Behalve dan zo min mogelijk de verwarming aan te zetten. En niet zoveel warm water te gebruiken. Dus ik ben benieuwd ja, naar jullie reacties. Jongens, jongens, jongens. Wat kan dat schelen? Een paar dagen geleden was het nog heerlijk lenteachtig tijdens de herfst. En nu is het gewoon waterwinterskoud. Echt. Ik verlang nu alweer naar volgend jaar zomer. En als jullie daar ook naar verlangen. Soms best lastig om een beetje een stil plekje te vinden. Want die iPhone microfoon vangt toch best heel veel omgevingsgeluid op. Maar wat ik wilde zeggen, 27 november, dan organiseer ik dus een SWS-event. Een hele gezellige middag vol vakantievibes. En natuurlijk, als je daar je vakantie boekt, dan kun je profiteren van fantastische vroegboekvoordelen. Dus zeker een moeite waard om naar Hoogland te komen, want daar is het. Ik doe even een linkje naar een van de vorige SWS-events. Bovenin zie je dat. Als je daarop klikt, kan je eventjes wat sfeer proeven van hoe het een vorige keer was. En heb je zin om te komen? Laat het mij gauw weten. Dat kan via e-mail op info@swssailing.nl. Of als je naar de website gaat van swssailing.nl, dan zie je daar ook al heel gauw een button staan. SWS-events. Als je daarop klikt, dan vind je een link hoe je je kunt aanmelden. Nou, wie weet? Tot 27 november. Zo. Even de spullen terug in de camperbus zetten. Dit is ons camperbusje. En daar hebben we natuurlijk allemaal extra kopjes en glazen. En die hadden we nodig voor ons huiskamerconcert. Alles even weer terug op de plaats gezet. Een poppetje gezien, kastje weer dicht. Moet je dit kijken. Een ponnetje met allemaal vlechtjes. Ik denk dat een meisje de eigenaar is hiervan. Langs mijn wandelroute vanuit Hoogland. Poeh. Ik moet af en toe echt even stilstaan. Want het ene evenement is nog niet achter de rug.
het huiskamerconcert. Naïef op Jazzy Teal. Naïef bij Café de Noot. Of de volgende evenementen staan alweer voor de deur. Ik ben nu bezig met het SWS-event op 27 november te organiseren. Maar ook gaan we nog een buurtkerstspecial organiseren. En ik denk ook bij ons thuis een huiskamerconcert met kerstliedjes. Dat mag toch ook niet missen. Dus af en toe even stilstaan en even genieten buiten, ja, van het zonnetje. Want dat schijnt af en toe ook weer. En die prachtige herfstbladeren, zo mooi. Een hele zak vol broccoli. Ik ga vragen aan Michael of hij daar iets lekkers voor mij gaat maken. De tripod staat klaar voor de volgende online afspraak. Gisteren zaten we hier in overleg met Turkije. Want de boten zijn natuurlijk het water weer uit en op de scheepswerf. Dus er moet veel overleg gepleegd worden nu over het jaarlijkse onderhoud. En zometeen heb ik een afspraak met Rob en Reini. Die hebben een hotel in Duitsland. En daar gaan we waarschijnlijk ook nog een optreden doen. Dus we moeten wat overleggen en gaan plannen. Ja, het is ook tijd om weer kerstliedjes te gaan oefenen. Dus ik moet mijn akkoorden weer even doornemen. Dat doe ik dan ook even weer een half uurtje tussendoor. Ik zit nog op kantoor nu, maar ik moet even opschieten, want over een uur hebben we een afspraak met een boekingsbureau waar we mee gaan samenwerken. En dat is een hele leuke jongen die dat doet. We hebben een hele leuke klik mee, dus ik heb heel erg zin in vanavond. Hij komt ook gezellig mee eten. Je blijft toch vloggen, hè? Tieners vlog. Nou, Tieners vlog. Ik vind het gewoon leuk. Ja, dit is Galiel. Hij gaat een nummer spelen wat nog niemand hoort. En dus een heel kort stukje. De nacht is al voorbij. Vroeger keek ik vaak vanaf de kade. Onder elkaar. Zijn we dingen aan het uitwisselen na het eten. Weer een uurtje gesport. Bodypump in de sportschool. En dan eet ik altijd als ik thuis kom een ei en cappuccino. Nou, doe maar snel dan. Oh. Ja. Vandaag een hele speciale dag voor ons. We zijn 5 jaar getrouwd. Dus we zijn lekker uit eten. Ja. We zijn in Tivoli. Ja. Oh. Wij dachten de oude Tivoli, maar dit is de nieuwe Tivoli. Ze zijn echt gewoon al heel oud. Wanneer ik in Tivoli ben geweest, 10 jaar geleden, maar toen zat het dus nog aan de oude gracht. Dus we hebben onze auto ook in de buurt van de oude Tivoli geparkeerd. Maar we zijn er en we gaan een leuk concert beleven van JLS, Justin Lee Schultz. Een 15-jarig talent uit Zuid-Afrika. Je krijgt een muntje en dan kan je jas in een kluisje leggen. Heel attent. Ja, het nummer staat op je sleutel. Sleutel. Hoef je geen foto van te maken. Echt mega hoog. Ik heb een beetje hoogtevrees. We gaan helemaal naar boven, Cloud 9. Echt een beetje eng als je hoogtevrees hebt. En het zijn echt flink wat trappen op. De jongens zijn helemaal kapot van al die trappen. Maar we zijn er. En op tijd. Net op tijd.
Hey jongens, even een selfie nog. Even naar het podium toe. Andersom. Willen jullie een selfie? Natuurlijk zo. Even het podium iets hoger. We zien het podium ook. Foto's gemaakt, Michael. Ja, we zijn allemaal op de foto gegaan. Heiko ook, moet je kijken hoe mooi. Hè. Met Justin. Ja, super. Wat gaaf, hè? Hoe leuk is dat? Ja, mooi. Ja, en ik moest het weer zelf een selfie maken. Maar die is ook goed. Ja, die is heel goed. We staan nu ergens midden in Tivoli. En we komen net 10 trappen af. Die concertzaal was in Cloud 9. Heel hoog. Dit al heel hoog. Mooi uitzicht heb je hier. Als je dit op je 15e en je 19e... Dat was gewoon een vette jazzrock was het eigenlijk. Hey. Hey. Ja, nou, echt iedereen Kleden is zo enthousiast. Ik moet er bijna huilen van. Ah. Ja. Ja. Wat zei je, Kleden? Zo mooi, weet je. Ja. Dat je vader daar staat. Dat ja, de een en al liefde, man. Echt synergie. Dat is toch... Heel bijzonder. Ik ga mijn gitaar in de open haard gooien. Dit is voor de broadcast. Het is echt rond het vriespunt en echt hoog tijd om de boot met de wintertent te gaan afdekken. Dus dat zijn we vandaag aan het doen. En Michael die haalt nu de accu eruit en de benzinetank. Dat is best altijd een klusje hoor, de sloep winter klaarmaken. Dat zijn bokjes, die worden in de sloep gezet en daar komen dan twee palen aan elkaar geschroefd bovenop. En daar overheen komt dan de wintertent. En dan komt dat, uiteindelijk komt dat er dan zo uit te zien. Deze boten zijn allemaal al winterklaar. Zo, die is wel zwaar hè? Staan en dan moeten die palen aan elkaar geschroefd. Ja. Iets meer naar voren? Ja. Zo, dit heb ik vastgemaakt. Dus die paal zit vast. En dan gaan we nu de wintertent eromheen doen. Nou, nu nog vastmaken. En nou zien we hier alleen dat de schroef gewoon, ja, die staat gewoon helemaal op de grond. Dat is niet lekker. Job done, zegt Michael net al. En we hebben de havenmeester erbij gehaald. En het klopt dat hij zo laag staat. Dus geen enkel probleem dat de schroef op de grond is. Ze zetten de boot zo laag mogelijk weg. Om bij weersomstandigheden van storm of wind te voorkomen dat de boot om kan kiepen. Nou, we zijn klaar. En we gaan nou even door. Tot volgend voorjaar. Kijk, daar worden de boten uit het water getild. Zo, dit is weer een avontuur. Oeh, we moeten hier niet te ver naar rechts, Michael, want dan gaan we hier de geul in. Dit is dus een nieuw Loosdrechtse dijk waar ze bezig zijn de weg te herstructureren. Ik hoop dat het volgend voorjaar klaar is. Wat een toestand al, man. Jezus. Oh, zij gaan gewoon tegen het verkeer in? Oh, we moeten echt niet te ver naar rechts, Michael.
We zijn even bij de zeilmakerij. Want een van de raampjes is kapot gegaan, dus die gaan we meteen laten repareren. Ja, wordt weer heel mooi schoon. Nou, ja. Heet de Volpax of zo? Volpax? Vuplex. Oh, Vuplex. Ja. Oké. Okay. Oh, mooi middels. Hier worden de ramen heel mooi schoon. Even een throwback naar vorige week toen we speelden in de nood. En Michaels moeder was daar aanwezig. We hebben een speciaal moment gecreëerd. Speciaal een liedje voor haar gespeeld. Mag ik dan bij jou? Laat even een kort stukje horen. Wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou? Daarbij moet je weten dat ze Alzheimer heeft. En dit liedje herinnert ze zich nog. Dus dat is gewoon speciaal voor haar, maar ook voor ons. Mag ik dan bij jou? Stampot. Zuurkool met worst. Het is zo koud, dat hoort erbij. Echt een koude winterse morgen. Ik ben blij dat de boot winter klaar is. Met het zeil erop. Ik ben blij dat we hout gekloofd hebben en ik ben benieuwd wat komende week gaat brengen.